Ja, dit is wel een beetje de vaste stek voor ons. Maar iedereen doet een beetje zijn eigen ding, dus iedereen heeft vaste stek, denk ik. En van ice latte. Yes, seven. Het lijkt spannend of de ice cappuccino hebben. Ja. Word ik jou een beetje zo herkend ook? Want het is natuurlijk wel druk in het centrum. En mensen die met jullie foto willen en zo. Ja. Voor de wedstrijden wel. Voor de wedstrijd vooral. Maar als dan willen wij het natuurlijk niet. Nee, als we echt in tenue staan of zo, dan komen ze allemaal kijken van wat gebeurt hier. En kindjes. Er zijn toch ook wel veel Nederlanders hier, vind ik. Ja. Holaatjes. Hoe heb je nu slapen na de 7-1 gisteren? Nou, het duurde even voordat je dan echt in slaap valt. Maar wel echt lekker. Maar wel moe. En het is ook lekker dat je tijden zijn ook vrij, zeg maar, voor ons een beetje. Dus als je een vroege vogel bent, dan hoef je niet te wachten totdat het 9 uur is bijvoorbeeld dat we mogen ontbijten. Of andersom, dat we vroeg moeten ontbijten. Dus dat scheelt wel. Nee, wij zijn midden. Wij zijn middenmotors, ja. Je hebt echt een volgorde van wie er wanneer zijn. Ja. Morgen al. In plaats van 5 dagen wachten. Ja. Nee, op een gegeven moment komt die koffie ook in huis uit. Ja. Nee, koffie nooit eigenlijk. Nee, koffie maar wel. Op een gegeven moment hebben we wel genoeg koffie op een dag ook. Ja, dat is zeker waar. Ja, zeker Laurien, die moet dan niet meer koffie drinken. Jullie zijn wel qua slaap in elkaar pas, maar ook qua slaap wel. Die hebben we als cadeautje van Adidas bij het EK gekregen. Die stond op ons bed. EK, hè? Ja. En wilden allemaal heel graag al slippers. Die heeft eigenlijk iedereen wel. Iedereen heeft de slippers mee of aan. Ja, het is niet heel vrouwvriendelijk. Heel charmant. Maar als je hier bent, dan denk je daar niet meer echt aan charmant. Want wij gaan ook gewoon hierin gewoon naar buiten lunchen. En dan lunchen. En, nou, het loopt gewoon lekker. Lekker dat het heeft gereden, maar jammer dat het thuis hier. Ja, klopt. Uiteindelijk viel het wel mee, alleen de eerste. Tweede helft viel het wel mee. Ja, tweede helft bijna niet. Alleen het tweede kwartje was even heel heftig. Ja. En dan daarna heb je dan die stik nog vasthouden. Ja, je maakt dat een beetje droog met handdoekjes. Ik had alleen heel erg last van mijn schoenen. Die waren echt 2 kilo zwaarder gewoon. Ja. Gewoon bang dat ik eruit scheurde als ik ging lopen was. De meeste mensen hebben ook wel gewoon een regenstik en een normale stik. Dus een regenstik met van dat zeem erop. Dus dan kan je het eigenlijk wel goed vasthouden. Een speciale regenstik? Ja, een regenstik en een normale stik. Zo wordt het ook gezegd. Pakken jullie je regenstik of je normale stik? Ja, ik zag wel veel van die ik heb er daarna een paar gesproken. En die mensen waren echt doorweekt gewoon. Ja, echt doorweekt. Echt zielig. Ja, ze bleven wel netjes. Ja, wel diehards. Nee, het was ook nog. Die binnenring was nog best vol, soort van. Ik dacht echt, holy shit, dan ben je wel echt een diehard dat je hier gewoon nog zit. Jullie kijken veel wedstrijden? Ja. Alleen als, echt uit, als ze uitkomt. Het is niet ja, dat we niet ervoor, dat we ervoor thuis blijven of zo. Of, maar. Ja, thuis. Het is wel echt thuis. Het voelt wel echt. Zullen we weer naar huis? Ja, naar de kamer. Ja, naar...